De meeste zonnestralen bereikten vandaag het westen van het land. Die blauwe lucht werd ook vastgelegd hier op de weekmarkt in Leerdam. Terwijl in het oosten van het land juist dikkere bewolking aanwezig was. Zoals hier in het Limburgse heuvelland, toch wel wat grijze luchten. En er viel af en toe ook nog wat lichte regen uit. En dat is anders dan we vaak gewend zijn, want vanuit het westen komt meestal bewolking opzetten. Maar nu was het juist bewolking vanuit Duitsland die zich heel geleidelijk in westelijke richting aan het verplaatsen was. De komende uren gaat dat nog door, trekt die bewolking steeds verder weg de Noordzee op. En dan krijgen wij met meer opklaringen te maken. Dat betekent ook zonnig weer op vrijdag, totdat de hoge bewolking wat gaat toenemen... De bewolking ook steeds dikker wordt. En in de nacht na zaterdag krijgen we dan met buien te maken. En die trekken dan zaterdag overdag nog over ons land. Maar daarna zien we alweer opklaringen tevoorschijn komen. Met die zuidwestenwind wordt ook warmere lucht aangevoerd en gaat de temperatuur verder oplopen. Eerst nog even naar vanavond kijken, want die wolkenvelden trekken naar het noordwesten weg. Kan heel lokaal nog een enkel spatje motregen opleveren, maar ik denk dat het in een groot deel van het land gewoon helemaal droog blijft. Temperaturen rond 20 graden met een matige wind uit het noordoosten. Die windrichting houden we vannacht ook nog vast, dan komen er meer opklaringen voor. 15 of 14 graden in het noordoosten en oosten van het land. En aan zee is het zo'n 18 graden. Het kan af en toe wat nevelig worden. Morgen overdag hebben we met een andere windrichting te maken: een oosten- tot de zuidoostenwind. Temperatuur gaat al verder oplopen. Veel ruimte voor de zon. Komen wat stapelwolken voor. En in de namiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking dan geleidelijk wat toe. En het wordt zo'n 24 tot 29 graden. Vrijdag hebben we dan niet met buien te maken, maar op zaterdag wel nog met buien. En dan blijft de temperatuur ook steken op 27 graden met een zuidwestenwind. Ook een beetje een broeierige, klamme warmte. Minimumtemperatuur ook nauwelijks onder 20 graden. Maar vanaf zondag neemt die luchtvochtigheid weer af. Komt er meer ruimte voor de zon, is het droog. En dan staan er een paar mooie zomerse dagen op het programma met veel zonneschijn.